Hallo en welkom bij Weekend Monsters. Dit is Ben. En dit is Sriel. En we gaan vandaag eens even kijken naar heel wat anders. Ben, wat gaan we doen? Nou, we gaan vandaag weer eens iets nieuws proberen. Ja, inderdaad. We gaan vandaag eens een keer natuurlijk weer iets anders doen. We willen het een beetje gevarieerd houden. Dus we proberen toch elke keer net iets anders te doen dan de vorige keer. In ieder geval niet twee keer hetzelfde onderwerp achter elkaar. En daarom gaan we deze keer even kijken naar t-shirts. Natuurlijk, iedereen draagt wel eens een t-shirt en er staat van alles op. En soms staat er ook echt een hele lap tekst op, of kreten, of woorden. Maar vaak weten we eigenlijk zelf niet wat erop staat. En als we al weten wat erop staat, dan is het 9 van de 10 keer niet eens relevant voor onszelf. Dan hebben we er niet echt iets mee. Dus Ben en ik hebben besloten om daar gewoon eens een keertje naar te kijken. Dus we gaan een hoop t-shirts bekijken, een hoop, in ieder geval een paar. En dan gaan we even wat commentaar opgeven. We zullen gewoon eens even kijken wat we tegenkomen. Gewoon wat erop staat en we pakken gewoon normale t-shirts die we gewoon in de online shop of in de winkel kunnen vinden. In dit geval hebben we gewoon veel plaatjes van de online winkels, omdat we er gewoon makkelijk foto's van kunnen pakken. Dus ja, nou dat gaan we in ieder geval dat was leuk. Deze keer doen. Ik ben benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd, dus laten we niet langer wachten en laten we kijken naar onze eerste foto. What are you waiting for? Discover your secret. Ja, waar wacht je nog op? Ga je geheim ontdekken, man. Ga je geheim ontdekken. Mafkees, ja, schiet op. Precies. Wat is je geheim dan, in godsnaam? Een beetje likken aan een ijsje als een of andere kameel met Down syndroom. Oh, echt waar. Oké, nou, dat is een goed begin. Maar verder kan ik ook niet heel veel mee. Oké, volgende. The Sound of Temptation. Oké. Ja, dat is blijkbaar. Schoenen dan? Ja, low noise schoenen, hè? Geruisloze schoenen. Oké. Ja. Dat is The Sound of Temptation. Dit is weer zo. Die heb jij zeker wel uitgezocht. Dit is toch een mooi shirt? Dat kan ik toch helemaal. Daar kan ik toch helemaal niks mee. Wat een rottekst is dat. Ja, sorry. Nou, laat ik maar. Next. Grab yourself? Wat? Grab yourself a soda. Grab yourself a club soda. Oké. Nou, dat maak ik zelf wel uit. Een beetje nog. Ja, een beetje loze tekst. Ik bedoel, dat die tekst dan zo loos is, is al erg genoeg. Maar dan konden ze op zijn minst nog een beetje fatsoenlijke opdruk maken. Moet je nou kijken, het is helemaal afgesleten. Ja, dat, ze denken dat het design is, maar dat is gewoon ergens uit de magazijn getrokken. Ergens bij de Sena. En ze denken van, oh, die stouwen gewoon weer de markt in. Vindt ze vast wel hip. En iedereen denkt van, oh, dat is vet, dat is vintage, is ontworpen, dat is echt een vette stijl. En nou, waarschijnlijk is het gewoon een scheepslading oude meuk die ze nog hadden liggen. Van, oh, hoe moeten we daarmee? Oh, pat ze wel eens vintage. Dat vinden ze allemaal vet. Kom eens toch wel. Is hip. Ja, is in. Nou, grab yourself a new shirt. Yeah. Oh, lekker flauw weer. Volgende. Oké. What snaking? That's bogus. Dude. Dat is dan natuurlijk weer. What snaking? Wat moet je daar nou toch mee? Wat is dat voor tekst? volgens mij kun je gewoon alles random onderplakken. Precies. En laten we dat gewoon eens even gaan doen. Oké. What's snaking? That's bogus, dude. Get real. What's snaking? That's bogus, dude. Hang on. That's a random. Je kunt er gewoon van alles onder houden. Maakt gewoon niet uit. What's snaking? That's bogus, dude. Kick cheese. Kick cheese, wat een. Oh mijn god. Dat is net zo belachelijk toch? What's snaking? That's bogus, dude. Crap yourself. flauw. Oh ja, dat kon ik kon het niet laten. Oké. Laten we deze gewoon even maar rust laten en laten we gewoon een volgende pakken. Oké. Natural health. Salt. Extract of true vanilla. Delicious flavoring. Hè? Wordt helemaal niet van vanille gemaakt? Ja, ik heb geen idee. Sowieso, ask your chemist. Ik weet niet wat het precies is, maar moet je daarvoor naar de. Kun je niet gewoon naar de huisarts? Of naar de supermarkt of zo? Weet ik veel. Ja, als je vanille zout gaat eten, misschien moet je dan wel heel lang naar de huisarts. Stimulates the liver. Oké.
Oh god. Ik weet niet wat dat voor zooi moet voorstellen, maar ik zou er gewoon ver vandaan blijven. En ik zou er al helemaal geen t-shirt van willen. Nee, dan kun je gelijk naar de huisarts. Volgende. Oké. Hood in the Dark? Zo te zien is het een filmposter of ja, zo? Ja, klopt, maar... Nou, ik heb erop gegoogeld, Hood in the Dark, en ik krijg van alles, maar geen filmposter. Oh. Dus volgens mij is dit gewoon een en al bullshit. Een en al gewoon random dingen die ze erop hebben geflanst. En niemand weet wat het is, behalve degene die dat heeft gedaan. Een beetje pech die waarschijnlijk ook nog niet. Fat City. Oh, wat even dat mag betekenen. Maar wil je daar mee rondlopen? Fat en crunchy. Hebben ze het over Kentucky Fried Chicken of zo? Ja, nou dat zou die Fat City wel een beetje verklaren natuurlijk. Always under pressure. Eat ants. Wat? Eat ja, ants? Ja. En wat nu erger is, eigenlijk wat stommer is. Dit is een kindershirtje. Ik heb gewoon even tussen de kleding gekeken en ik denk, och, pak ook zo'n kindershirtje erbij. Eens kijken wat daar zo al op staat. Under pressure, eating ants. Jezus, de drager weet misschien zelf niet eens wat erop staat. Ik denk dat ze rond die leeftijd een beetje Engels kunnen, misschien nog niet eens Engels. Maar loop je mooi voor paal. Ik bedoel, under pressure. Zoiets trek je je kind toch niet aan? Ik ben nou, dat vond ze blijkbaar nog, vonden ze nog niet stom genoeg. Dus hebben we er maar eat ants bij gezet. Ik bedoel, Jezus. Jezus. Ja. Die komt eigenlijk wel bij die ene, van what's snaking, dude, that's bogus. Eat ants. Nou, we kunnen denk ik allebei wel met zekerheid zeggen dat de teksten die op t-shirt staat gewoon in veel gevallen gewoon nergens op slaat. En nee. Dat het eigenlijk gewoon ja, grotendeels bullshit is. Als je een beetje kijkt wat erop staat, dan raakt dit gewoon kan nog wel. En vaak zijn er dingen op het t-shirt zelf die gewoon met elkaar niet eens kloppen. Dat er gewoon woorden op staan en dat die woorden bij elkaar gewoon niks zeggen. Dat het gewoon echt, dat er gewoon niks uit te halen is. Het is gewoon een warboel. Nee, precies. Nou goed, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, ik kijk daar ook niet naar verder. Als ik een t-shirt koop, dan ga ik niet kijken wat er allemaal op staat. Dan ga ik heel dat t-shirt lezen. Ik bedoel, toch? Dus jij bent er ook zo eentje? Nee. Nee, maar daar gaat het ook niet om. Maar het is gewoon grappig om eens een keer te zien wat er allemaal op een t-shirt staat. En als je daar wel serieus naar gaat kijken, wat je dan eigenlijk allemaal ziet. En misschien is het eerder schokkender wat fabrikanten en wat ontwerpers gewoon random op zijn t-shirt stouwen. Om het er gewoon grappig uit te laten zien. Maar je weet eigenlijk zelf niet eens waar je mee rondloopt. Dus aan de ene kant is dat toch wel weer best grappig eigenlijk. Best wel erg. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk er helemaal niet naar. Misschien kun jij ook gewoon beter mieren gaan eten. Ja, ik ben net zo erg. Ga jij je geheim ontdekken? Nou, in de puberteit, toen ontdekte ik ook allemaal van alles. En ja, op een gegeven moment... Alles om in die onzin. dit was Weekend Monsters. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.